COSPO, de koepel van drie oudere bonden in Almelo, organiseerde een debat met de politiek in het stadhuis. 11 partijen waren aanwezig. Afwezig VVD, Democraten Nu, Lijst Jetten en PVV. We hebben Albert Vondeling bereid gevonden dit debat te leiden. Albert zit hier op het hoekje. Hij zal u straks nader met u kennis maken. Albert is schrijver en communicatieadviseur. Doordat ouderen langer thuis wonen en vaker alleen wonen, is het aangaan van sociale contacten in de leefomgeving een belangrijke voorwaarde om eenzaamheid te voorkomen. Bestrijden van eenzaamheid, langer thuis en betere verpleegzorg zijn daarmee op het terrein van de ouderenzorg de drie belangrijkste maatschappelijke opgaven waarvoor ik een aantal programma's zal starten. En de Raad heeft nu besloten dat de mantelzorg zal maatwerk worden. En ik denk dat dat een goede zaak is, want daar kunnen de ouderen van profiteren door maatwerktijd te krijgen. Nog 5 seconden. Nou, ik zou willen afsluiten dat ik hoop zelf dat ik niet van al die voorzieningen hoef gebruik te maken. Verschillende gemeenten. Ouderen kunnen dan een lening krijgen om de woningaanpassingen te kunnen doen. Volgens mij zit dat ook al in stelling 2. Maar daarnaast moet natuurlijk de openbare ruimte, alle gebouwen erop ingericht zijn dat mensen daar ook naartoe kunnen. Dat het goed toegankelijk is. En dat is nu lang niet altijd het geval. U zegt het zelf al, 20%, dat is best een heel groot gedeelte van alle inwoners van Almelo. Dat zijn natuurlijk mensen die je serieus moet nemen, waar je naar moet luisteren. De ChristenUnie heeft ook in het programma staan dat wij willen luisteren naar de mensen in de stad. En daar horen de ouderen net zo goed bij. Geef aan wat je belangrijk vindt. Wij luisteren naar jullie en we proberen om in verband met door samenwerking ook... Dat is een heel belangrijk punt. Die kom je dadelijk tegen. Dus ik vind persoonlijk dat die stellingen wat heel veel op elkaar lijken, meer moeten gaan over de zorg. Want er zijn heel veel ouderen die echt heel erg in de problemen zitten. In de sfeer van de zorg hebben we gemerkt dat 2015 de overheid heeft gezorgd voor een prikkie bij de gemeente te raden te kunnen gaan. Dat lukt dus niet. De gemeente kan niet meer doen dan roepen. Het ouderenbeleid in Almelo zit niet vast in het gemeentebeleid. En ook niet allemaal tussen de oren van al die fracties. Hoewel ze allemaal wel heel meedenkend zijn, blijkt er toch wel behoefte te zijn dat wij mee gaan praten over het toekomstige beleid wat er gevormd gaat worden. En dat dat nodig is, denk ik wel, want er komen steeds meer ouderen in Almelo. Als u doelt op bijvoorbeeld levensbestendig wonen, de gemeente, de ambtenaren geven aan dat dat moeilijk op te leggen is aan de woningcorporaties. Maar het gaat ons erom dat als zij daar een beleid in vormen en duidelijk stellen waar ze staan, dan houden daar de partijen, en niet alleen de woningcorporaties, maar ook de nieuwbouw en ook de bestaande bewoners, kunnen daar dan rekening mee houden.